zoveel regen in de kleine droge tijd. En FabLab Suriname geeft rondleiding aan kinderen. Goedenavond en fijn dat je bent afgestemd op je eigen journaal. Na een zonnige dag te hebben gehad gisteren, hadden we vandaag weer regen. Wat een water is er deze week uit de lucht komen vallen. Zoveel regen en dat terwijl het nu de kleine droge tijd is. De hele week heeft het zoveel geregend dat sommige straten helemaal ondergelopen waren. Er was zoveel water dat het dak van het ministerie van Onderwijs is ingestort. Kleine droge tijd, grote droge tijd, kleine regentijd, grote regentijd. Suriname kent vier seizoenen. Nee, we hebben geen lente, zomer, herfst of winter, maar wel twee regenseizoenen en twee droge seizoenen. Nu hebben we net de kleine regentijd gehad. Die loopt namelijk tot eind januari. We zitten nu in de kleine droge tijd. Die duurt nog ruim 2 maanden, tot eind april. De grote regentijd komt daarna en die loopt door tot augustus. Als de grote vakantie er is, dan zitten we in de grote droge tijd. Dan is het zo warm dat de scholen gesloten zijn. De seizoenen hebben wij niet zelf bedacht. Die hebben alles te maken met de intertropische convergentiezone, ITCZ. De zone is een luchtstreek in de buurt van de evenaar waar veel regen voorkomt. Deze zone verplaatst zich en de seizoenen worden dan bepaald aan de hand waar de ITCZ staat. In de kleine droge tijd is de ITCZ in het zuiden en grote droge tijd in het noorden. En wanneer het echt, echt veel regent, dan is het precies boven Suriname. Het weer van nu, ik vind het echt hinderlijk, want als je op het schoolerf bent, zijn er plassen water en dat zijn broedplaatsen voor de muggen. En over geheel Suriname kunnen we bij huizen kunnen de erven onder water lopen. Soms heb ik last van de regen omdat er waterplassen ontstaan. En om naar buiten te gaan moet ik laarzen aantrekken. Een voordeel van de regen is dat de rijstboeren geen water hoeven te pompen. Dat de regen de rijstplantjes nat maken. Het komt wel vaker voor hoor, dat seizoenen eerder of later beginnen. In de kleine droge tijd kan het dus ook wel voorkomen dat er veel regen voorkomt. Maar nu is het wel echt een beetje veel. Nu zijn we in de kleine droge tijd, maar toch regent het een beetje. Omdat we zijn in de tropen. Dus de landen zijn tropische landen. Het kan veel zonneschijn zijn, maar het regent ook veel. Wanneer het warm, echt warm is en wanneer het een beetje regent, dan blijft het weer koel. Dus dat vind ik wel leuk van de regen. Sprite met hoestdrank is de nieuwe rage. 65-jarige man trouwt met 12-jarig meisje op Times Square. Jonge mensen hebben een populaire manier gevonden om in hogere sferen te raken zonder alcohol of drugs door een bepaalde hoestdrank te mengen met de frisdrank Sprite. In de hoestdrank zit een stof die efedrine heet. Daar kan je, als je het inneemt, al heel suf van worden. Door het te combineren met Sprite ontstaan er stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus geen goed idee als je ermee gaat experimenteren. Een 65-jarige man trouwde op Times Square in New York met een 12-jarig meisje. Maar niet schrikken, het was maar een experiment. Deze keer wel. Maar in heel veel landen in de wereld vinden huwelijken met een kind nog steeds plaats. Hoe oud ben jij? 11? 12? Jij bent 10. Weet je dat in ontwikkelingslanden trouwt 1 om de 3 meisjes als minderjarige? Elke dag krijgen bijna 40.000 meisjes te horen dat ze zullen trouwen voor hun 18e jaar. Veel meisjes zijn niet ouder dan 12 jaar en huwelijken van meisjes jonger dan 8 jaar komen ook regelmatig voor. No. This is
not right. No. And if we call the cops, I'm sure you get locked. Met het experiment wilde Kobe Persin natrekken hoe de mensen in het Westen zouden reageren. Hij huurde twee acteurs in die huwelijksfoto's maakten op Times Square. En ja hoor, omstanders keken erg gechoqueerd en anderen werden heel boos. Kobe Persin wilde hiermee awareness creëren over de kwestie van kinderhuwelijken. En naar het schijnt is het hem gelukt. 3D-printers, lasercutters en freshers. Dat zijn moeilijke woorden. Ze hebben allemaal iets te maken met technologie. Want ja, technologie is tegenwoordig echt overal. Bij FabLab, ook wel fabricatielaboratorium, kunnen kinderen voor de eerste keer kennis maken met de verschillende vormen van technologie. De leerlingen van de Regina Sloten School gingen vandaag in FabLab met technologie aan de slag. Het zijn lange en korte negens. Dus je kan ze, als je nog een negen neemt, dan kan je het even meten. Kijken, als deze korter zijn, dan zijn ze goed. Dan moeten die korter zijn. Wij waren aan het doen van houten planken een winer of zo aan het maken waarin ze wijn kunnen zetten van planken. En ik vind het erg leerrijk, want je moet goed kijken en nadenken hoe je alles in elkaar moet zetten. En dat is wel een preuzelwerkje. We hebben net gebold. Ja, we hebben het zelf gemaakt. Je moet een bal maken en we hebben ook een bowl racket gemaakt of iets dergelijks. En daarmee kunnen we dan bowlen. We hebben geleerd bij het FabLab te werken met computers. We hadden geleerd met de laser te werken dat het straal zo scherp was dat er vuur ontstaat. We hadden gaan bowlen, we zijn dingen gaan maken uit karton. We waren ook bezig dingen met hout te bouwen. De kinderen zijn hier om te leren werken met die machines. Als u kijkt naar de lasercutter daar, die zijn bezig dus tekeningetjes te maken en die worden uitgesneden, zodat zij kunnen zien hoe dat precies gaat. Kinderen moeten al vroeg met technologie in aanraking komen, vindt John Watking van FabLab. Ze moeten bekend worden met zogenaamde computergestuurde machines. Want, zegt hij, zonder technologie zijn we nergens. Je fabriceert dingen in een ruimte die dus als laboratorium klaargemaakt is. En daar zijn machines, printers, computers. Het wordt steeds belangrijker om die technologie te brengen naar de mensen toe. En waar kan je het beste mee beginnen dan de jeugd? Nu natuurlijk nog hopen dat de kinderen technologie ook leuk vinden. Ja, ik vind het zelf ook leuk. De kinderen ook. Heel leerrijk. Bijvoorbeeld ze hebben geleerd hoe een 3D-printer werkt, een laser en wat ze allemaal kunnen doen ermee. Zodat de kinderen dan ook creatief en op een andere manier bezig zijn om zodoende veel meer te weten over de technologie. Ik vind het leuk om een bowlingflesje te maken. Ik vond het leuk hoe we met hout kunnen bouwen, hoe we met karton en met dat laser. Ik voel het leuk omdat ik wist het niet dat je zoveel dingen alleen met hout en karton kan bouwen. Ja, het was heel erg leuk en het was ook leerrijk. FabLab hoopt in de toekomst meer scholen te kunnen ontvangen. Zelf aan de slag gaan met nieuwe techniek. Een leuke uitdaging. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Het is weekend, geniet ervan en ik zie je maandag weer. Tot dan, ciao!